Mevrouw Hilsum schrijft, ik kan me nog herinneren dat oma weg moest. Dat schrijft u tussen aanhalingstekens. Ik zat bij juffrouw Benning op de bewaarschool, aan wat nu de Ranningstraat is, die aan een spoorlijn lag en mocht tijdens het schooluur naar buiten om over het hek naar de trein te kijken die voorbij zou komen. De trein waar oma in zat. Ik heb gewuifd, maar ik heb haar niet gezien. Later vertelde mijn moeder, die oma naar Vught heeft begeleid, dat zij mij wel hebben gezien. En dat is heel bijzonder. En u zegt dat vertel ik omdat ik het gewoon fijn vind dat het monument er komt. Ja, absoluut. Dat heb ik gekregen. Iedereen heeft direct meegewerkt vanaf het begin. En ik wil toch een vraag eventjes kwijt. Zeg ik nu, onthul het. Er is niks speciaals gebeurd, er is van alles gebeurd in ons gezin. Wij hadden onderduikers en er was van alles. Dus wat er toen die dag, ik weet dat mijn moeder mijn oma weg ging brengen en ik wist dat het niet best was. Maar ik ging gewoon naar school uiteraard, want er was niemand thuis, want mijn vader was ondergedoken. Dus ik was gewoon op de kleuterschool en kennelijk was er geregeld dat ik even uit de les, voor zover er een les is uiteraard, naar buiten mocht om te kijken naar de trein en ik, dat mocht. Er was een hoog hek van een beetje spoorbeeldsachtige dingen en daar stond ik misschien op een stoel en ik mocht daar kijken. En ik zag de trein wel voorbij komen, ik zal gewuifd hebben, maar ik heb, ja dat gaat snel, dus ik heb niemand gezien. Maar ze zeiden later, zei mijn moeder, dat ze mij wel hebben gezien. En een van de redenen waarom mijn oma niet was ondergedoken was, of vooral de reden, was dat zij bang was dat ze de kleinkinderen zo zou missen dat ze ons in gevaar zou brengen, dat ze toch naar ons toe zou komen. En dat dan, want mijn vader was tenslotte ook een Jood en wie weet dat de halve Joden, want dat was het voordeel in ons gezin dat mijn moeder niet Joods was. Daarom zijn we nog gespaard gebleven. Dus oma was bang dat ze ons in gevaar zou brengen. Daarom zei ze, ik moet maar meegaan. Dus dat is op zichzelf wel tragisch genoeg. Daarom heb ik gezegd, we komen met nageslacht. We zijn er nog. En ze zijn een groot deel van ons meegekomen. Wat vind je van het monument? Ik vind het een mooi monument. Het is zonder flauwekul. Er is niet een kunstenaar die zich wil manifesteren. Het gaat over de mensen die zijn vertrokken. Ik vind het mooi. Ik vind het initiatief heel erg mooi. Daar ben ik meneer Lohuis heel dankbaar voor. En daarom zijn we hier. Dit soort redenaties heb ik er uiteraard niet bij gehad of heb ik niet gehoord. Ik mocht eruit en ik weet nog dat ik er stond en ik weet dat de trein voorbij kwam. En ik weet dat ik haar niet zag. En mijn moeder die kwam terug en die was er kapot van. Ze zegt daar in Vught, daar stond een meneer de boel te regelen. Huilend, hard huilend. En die zei, als ik haar weg ga, dan komt er zo'n NSB'er. Nou, dit soort verhalen kregen wij natuurlijk wel. Dus we wisten heel goed wat er allemaal aan de hand was. En dat was dus in 1943. Dus pas na 2 jaar is die oorlog afgelopen. Wij wisten heel goed wat er aan de hand was natuurlijk. En sterker nog, wij wisten ook dat we niet moesten praten over wat er thuis gebeurde. En dat deden we niet. Maar de bedoeling is eigenlijk dat het geen monument voor de Joodse mensen is, maar dat het een monument is dat het ook mensen van nu kunnen zijn. En dat het nu zo weer gebeuren kan. Het hele verhaal. We hoeven er weinig voor te doen. Je vorige week heeft gezien in Brussel wat er gebeurt. Er hoeft maar een stelletje idioten te komen. En ik denk niet dat het aan de mensen ligt, ik denk dat het aan het systeem ligt. Dus eigenlijk zou iedereen eens na moeten gaan hoe het systeem in elkaar zit. Dat zulke mensen maakt. Die zulke dingen doen, die zeggen van, omdat jij anders denkt, breng ik je door. Maak ik je door. En op dit moment schreeuwen ze je op straat na. Ik maak je dood. Nou, het is geen maatschappij. Dus dat is het hele verhaal.